Goedemorgen Westland. Een nieuwe workout, een Fit Combat workout vandaag. Ik heb Kevin bij me. Goedemorgen. Hey, we gaan lekker aan de slag. Het is een workout die bestaat uit 5 rondes. En in die 5 rondes ga ik exact vertellen wat je gaat doen. Tussen elke ronde zit 45 seconden rust. Het is een variëteit van allerlei verschillende oefeningen. Waarbij Kevin de oefeningen voordoet. En waarbij ik coach en waar ik jullie natuurlijk ook coach. En waar ik jullie aanmoedig. En eventueel dingen vertel waar je op moet letten. Nou, we gaan natuurlijk beginnen met een goede warming-up. En de goede warming-up, we doen een aantal minuutjes een korte warming-up. En in de praktijk, in je eigen training, kan je dat natuurlijk wat langer doen. Hè, dat je vast een warming-upje van tevoren maakt. En als je een rondje gaat hardlopen, een stukje gaat fietsen of een paar keer jumpjacks doet achter in de tuin. Dat is natuurlijk prima. Zorg dat je lekker warm bent. Oké, Kevin, ben je klaar voor? Yes! Dan gaan we lekker starten. Draai je eventjes met je, beginnen met die armen losdraaien. En goed, weet je, leuk dat jullie er zijn. Dit is alweer de zoveelste aflevering van Goedemorgen Westland. We krijgen een hele hoop goede, leuke reacties. Dank daarvoor. En blijf het ook gewoon doen, hè. Kijk, even mag je even je heupen draaien. Ja, gewoon die handen die zei, gewoon even de heupjes losdraaien. Ja. Misschien een beetje, misschien ben je net uit bed. Misschien is het al laat, heb je de hele dag gezeten. Dus het lichaam een beetje soepel maken. Dat is allemaal belangrijk om zo meteen de workout goed te kunnen doen, hè. Oké, Kevin, mag je eventjes je knieën omhoog tillen, rustig aan. 1, 2, 3, 4. Ja, en til ze op een gegeven moment lekker goed op, hè. Zodra je wat warmer wordt. Ga je tempo ietsje omhoog doen en dan ga je iets activeren. En je gaat ze wat hoger doen. Nou, super, span je buikspieren aan. Oké, je gaat maar van binnen naar buiten draaien. Ja, je knie gaat van binnen naar buiten draaien. Nou, rustig aan, hè. Gewoon, het moet goed voelen, het mag geen pijn doen. Er moet wel een beetje activiteit in komen, langspant. Moet dat lichaam klaargemaakt worden om straks de workout te gaan doen. Kijk, Kevin mag even gaan twisten, je bovenlichaam draaien. Nou, hou die spanning wel op je buikspieren, hè. Niet te gek, niet explosief. Rustig aan, warm draaien. Mag je armen wat meer uitstrekken. Super. Hey, gaat hartstikke goed. Mag je gaan springen en dan mag je gaan twisten. Yes. Oh, lekker draaien. Super. Gaat hartstikke goed. Nou, wat ik ook al zei, die warming-up kan je van tevoren doen. Die kan je wat langer doen. Zet je ons even op pauze. En dan neem je gewoon je tijd voor om even goed warm te worden. Yes, mag je kniesprints gaan doen. Stoten erbij. Mag je ietsje sneller? Super, nog 10 seconden, ietsje sneller. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Goed zo, schud even los. Super. Hey, dit was de warming up. Kevin, drink even een slokje water. Pak ik even mijn pieper. Na elke ronde komt er 45 seconden rust. Dat is genoeg, maar het is aan de korte kant. Dus zorg dat je goed je tijd pakt, hè, die 45 seconden. Neem een slokje water, even ze uitademen. En tot je weer klaar bent voor de volgende ronde. Oké, het is een ronde van 3 minuten. Dat gaat 5 keer gebeuren met 45 seconden rust. Ik zet de pieper, goede voorbereiding, even op 3 minuten. Dat staat hier nu. En dan gaan we starten. We beginnen met een directe stoot. Je staat lekker in je gevechtshouding. En Kevin, die gaat gewoon 30 seconden alleen maar directe stoot. Yes, Kevin, start hem aan. Yes. Lekker bewegen. Nou, Kevin die focust op het eigen puntje van zijn neus. Dat is virtueel waar hij naartoe stoot. 1, 2, 3. Span die buikspieren aan. Draait het lichaam lekker in. Zoals je ziet beweegt Kevin een beetje. Hij blijft niet stilstaan, maar er zit dynamiek in. Hè? Er zit actie in. Nog 10 seconden, Kevin. Dan komt er een cross komt erbij, terwijl de achterste hand. Dus ga je direct cross zo meteen. Nog 3, 2, 1. En de cross komt erbij. Super. Lekker in draaien. 1, 2. 1, 2. Ja, bewegen, bewegen. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Goed zo. Nog 10. Nee, sorry. Nog 20 seconden. Oké, lekker warm draaien. Dit is het eerste rondje. We beginnen een beetje rustiger. Maar de intensiteit gaat omhoog, dat beloof ik je. Nog 10 seconden, Kevin. Alles oké? Okay? Zeker. Super, top. Kevin gaat goed. Jullie gaan ook goed, hoop ik.
Dus eventjes warm worden. Oké, er komt een duik bij onderdoor. 1, 2 en een duik. Yes, direct cross en een duik. Mag je gaan doen, Kevin? Yes, direct cross duik. Juist, net alsof je onder een stoot doorduikt. Hè? Span je buikspieren aan en zak door je knieën. Het is niet alleen je romp naar voren, maar je zakt met je hele lichaam door je knieën, je heup naar de grond. Nog 10 seconden, Kevin. Komt er zometeen een tweede duik bij. Dus je doet dan 2 directe, 2 keer duiken. 3, 2, 1. Yes, 2 directe, 2 duiken. Dan heb je 2 directe, 2 duiken. Span je buikspieren aan, zak door je knieën. Gaat lekker hoor, Kevin. Super. 10 seconden nog. Oké, ga gewoon door. Dan leg ik alvast even de volgende oefening uit. 2 directe, 2 keer een duik, 2 keer een hoek. Ja. Klaar voor? Hier, stap maar. 2 directe, 2 keer duik, 2 keer hoek. Lekker indraaien, van kort indraaien. Nou, ik ben een klein beetje warm, mag ietsje explosiever. Ja. Gaan we ietsje tempo omhoog gooien. Yes. Super, 20 seconden. 2 directe, 2 keer duik, 2 keer hoek. Super, gaat hartstikke goed, hè? Nou, je slaat natuurlijk zonder bokshandschoenen niet op een doel. Je slaat niet voluit, hè, met die handen. Dat ga je voelen in je hele lichaam, je ellebogen, je armen, je polsen. Dat is niet zo goed zonder tegengas ergens hard op slaan. Dus hou dat wel redelijk onder controle. Oké, ik heb er 2 opstoten erbij. 2 keer directe, 2 hoeken, 2 opstoten. 1, 2 en 2 opstoten. Goed zo. 2 directe, 2 keer duik, 2 keer hoeken, 2 keer opstoten. Goed zo. Opstoten vanuit die heupen. Wow. Yes, kom op. Tempo mag ietsje omhoog, hè? 15 seconden nog. Dus zit de eerste ronde erop. Goed zo, lekker bewegen, bewegen. 2 directe, 2 duiken, 2 hoeken, 2 opstoten. Goed zo, kom op. Nog 5 seconden. 4, 3, 2, 1. Yes, goed zo. 45 seconden rust. Neem een stokje water. Hey, dat ging hartstikke goed. Eerste rondje gehad. We gaan zo naar het tweede rondje. Tempo. Zo ietsje omhoog gaan, de hartslag ietsje omhoog. En we gaan in de workout gaan we groeien. Dus we gaan lekker die intensiteit omhoog gooien. Zodat je een goed gevoel hebt straks na afloop. En dat je een super toffe workout hebt gedaan. Oké, Kevin, ik ga vast uitleggen wat we gaan doen. Nog 20 seconden. Zometeen gaat Kevin 30 seconden jump jacks doen. En 30 seconden stoten achter elkaar zo snel als dat hij kan met dribbel. Ja? Dat gaan we 3 keer herhalen. Dus 3 minuten lang, 30 seconden jump jack, 30 seconden stoten. Ben je er klaar voor, Kevin? Helemaal. Komt-ie. 3, 2, 1, jump jack. Yes, 30 seconden. Nou, zoals je ziet, hè, gaat hartstikke goed. Kevin tikt boven zijn hoofd aan en tegen zijn heup aan. Dus de hele beweging maken. Hij spant zijn buikspieren aan. En omdat hij dat doet, kan hij sneller zijn jump jacks doen. Hij kan sneller ontwikkelen. Nog 10 seconden, Kevin. Ik had even een oprisping. Moet eigenlijk Kevin hebben, maar dat heb ik nu. Ja, ik doe natuurlijk niks, ik ben alleen maar aan het vertellen. Komt de volgende, de stoten met die dribbel. Snel, 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 achter elkaar door. Super, span die buikspieren hier ook aan. Ah, gaat goed hoor. Super. Nog 20 seconden, hou vol hè. Als het goed is, begint het lichaam nu een klein beetje te protesteren. Niet naar luisteren, doorgaan hè. Natuurlijk naar luisteren als het pijn gaat doen of iets dergelijks. Maar waarschijnlijk zegt het lichaam, ho ho, ik ben nog niet wakker. Dus ik wil nog eventjes rustig aan wakker worden. Ik heb nog 3 seconden, 2, 1 jump jacks. En dat gaat gelijk, dat tempo blijft gelijk hoger. Kevin doet dat goed hè, boven zijn hoofd en op zijn heupen. Ga je het een beetje voelen, Kevin? Zeker. Goed zo. Ondertussen, blijf hydrateren hè, zo meteen. Ik drink even een slokje water. Kevin gaat hartstikke goed. Even nog 10 seconden. Juist. Nog 5 seconden. Dan gaan we weer stoten. 3, 2, 1. Yes, en stoten. Met dribbelen. Wam, 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 wam. Op snelheid. Juist. Hoe sneller je voeten werken, hoe sneller je armen werken. Het kan niet los van elkaar bewegen. Hè? Dus dat lukt niet. Dus om snel je armen te kunnen stoten, moet je voetenwerk goed zijn. En moet je voetenwerk snel zijn. 15 seconden. Kevin, kom op. Kom op, kom op. Super. 10 seconden en gas eraf. We hebben 2 rondjes gehad van 3. Dus nog 1 minuut. 3, 2, 1 en de jump jacks. Ja, gaat lukken hoor. Hey, gaat hartstikke goed. Ik hoop dat het bij jullie ook goed thuis gaat. Hey,
Blijf Kevin volgen. Niet afzakken, niet inkakken. Blijf Kevin volgen. Moet je kijken hoe het tempo die aanhoudt. Gaat super goed. Kom op. 15 seconden. Kom op, Kevin. Yes. Tempo zakt een beetje in. Ik ga hem aanmoedigen. Kom op, Kevin. Sneller, sneller, sneller. Blijf je buiten hier aanspannen. 5 seconden. 4, 3, 2, 1. En stoten. Kom op. Laatste halve minuut. 30 seconden stoten. Met die dribbel erbij je. Ja, werk op dat voetenwerk. Maar zoals je ziet, wij staan netjes op afstand. Zorg dat je dat thuis ook doet. Hè. Je bent nu lekker aan het sporten. Stel dat je dit in het park doet. Zorg dat je de ruimte houdt. Hè. Hou die afstand 1,5 meter. Denk om je gezondheid. Nog 10 seconden, Kevin. Kom op. Nog een paar seconden. Nog 5, 4. Kom op, hou vol. Ook jullie thuis. 3, 2, 1. Goed gedaan. Top. 45 seconden rust. Dit was eventjes een leuk rondje. Nou, gaat hartstikke goed. Ik hoop dat het bij jullie ook goed thuis gaat. Dat je het naar je zin hebt, hè. Dat is ook belangrijk tijdens de workout. Nou, het volgende rondje is elke keer een andere oefening. En ik leg dat gewoon ook weer uit, hè. Het zijn hele simpele oefeningen. Maar dat je even je hoofdje bijhoudt. Hè? Dat je precies uitkomt qua ritme. Dat je de oefening doet, wat Kevin ook doet, hè. Dat je samen aan het sporten bent. Superleuk. Oké, okay, Kevin. Gaat voor een rondje. Dan gaan we starten met 2 keer knie, 1 keer burpee. Hè? Dus 1 keer knie, 2 keer knie. En Kevin doet een burpee. Hij gaat weer staan. Dat doet 30 seconden langs. Lang. Ik zeg elke keer, voordat de nieuwe 30 seconden begint, wat de oefening is. Hoe is Kevin? Prima. Gaat hartstikke goed, man. Komt-ie. We beginnen met 2 keer knie, 1 keer burpee. 3, 2, 1. Yes. Kijk uit als je een burpee doet, dat je niet tegen de muur aankomt, of tegen de vloer, of tegen je bankstel, of tegen de tafel. Yes. Of tegen iemand anders, die tv zit te kijken, die zit te Netflixen. Pas op elkaar. Nog 15 seconden. 2 keer knie, 1 keer burpee. Top, Kevin. Gaat hartstikke goed. Super. Je ziet dat die burpee hop naar de grond, buik op de grond, borst op de grond. En hij staat explosief weer op. Oké, okay, goed zo. 2 hoeken, 2 keer jump squat. 2 hoeken, 2 keer jump squat. 1, 2, wam, wam. En een jump squat. Yes. 2 keer en 2 keer. 2 hoeken, 2 jump squats. Oh, dit is een goeie hoor. Die ga je echt wel goed voelen komend weekend. Of wanneer je deze ook doet. Deze is voor volgende week, dus ik weet niet of het weekend is. Maar de volgende dag, hè. Kom op, Kevin. Ga knie sprinten, 30 seconden knie sprinten. Juist. Ja, til de knie op, hè. Als het lukt, breng ze hoger. Kom op. Het gaat goed. Ik hoop dat het bij jullie thuis ook goed gaat. Bij Kevin hier gaat het heel goed. Ik merk wel dat die ademhaling heel erg hoog gaat zitten. Dit zijn hoogintensieve oefeningen. Wel super goed voor je lichaam, hè. Korte, heftige, explosieve workouts. Daar heb je het meeste resultaat van. Nog 5 seconden, Kevin. Dan gaan we 4 keer knieën, 4 keer duiken, 4 keer hoeken. 3, 2, 1. 4 keer knieën. 1, 2, 3, 4. 4 keer duiken. 3, 4. 4 keer hoeken. Bam, 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 bam. Ja, 2, 3, 4. En die hoeken mogen snel, hè. Goed zo, kom. 3, 4. En wam, wam, wam. Goed zo. 4 keer knie. Kom op. 5 seconden. Gaan we 30 seconden stoten. 3, 2, 1. Yes, 30 seconden stoten. Yes. Ga klaar met je opzij. Hop. En je gaat weer terug. Je gaat de hele beweging rij maken. Yes. En weer opzij. Yes. Nog ietsjes meer opzij. Grotere stappen nemen. Steeds grotere stappen. Yes, kom op. Derde, Kevin. Nou, we moeten opletten dat we niet de camerabeeld uitlopen. Maar dat valt nog wel mee. Je ziet dat Kevin opzij schuift. Hè? Blijf dynamisch bezig. 5 seconden, zo meteen. 6 keer opstoten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 keer burpee. 3, 2, 1, yes. Komt ie. 1, 2, 3, 4. En die burpee. Yes. 6 keer opstoten. 1 keer burpee. Yes. Super. Nog 20 seconden, mensen. Hou vol, hè. Kom op. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. 10 seconden. 10 seconden, hou vol, hè. Niet opgeven. Het einde is in zicht. Dus ronde 3 is alweer klaar. Kom op. 3, 2, 1. Yes. Goed zo.
Slokje water, 45 seconden rust. Ik hydrateer ook even, ik praat natuurlijk heel veel, merken jullie wel. Gaat u goed, Kevin? Nou, dat begint te werken. Super, hè? Hey, het gaat hartstikke goed hier zo. Ik hoop dat het bij jullie ook top gaat. En in het algemeen hoop ik dat iedereen door deze crisis heen komt. We moeten het met z'n allen doen, maar uiteindelijk, je zit met alleen thuis, je zit in je eentje op de bank. Wellicht heb je familie, jullie vrienden, vriend, vriendin, prima. Maar uiteindelijk, je moet door die crisis heen, hè. Dat moeten we met z'n allen doen, maar voornamelijk moet het heel goed zitten bij iedereen. Als je daar vragen over hebt, of je een keertje een gesprekje, een keertje een babbeltje, wees niet, schroom niet om ons te bellen, hè, of om te appen. We zijn er voor jullie. Oké, Kevin, we gaan naar de volgende. We gaan 1 minuut planken. Nou. Planken, heel simpel. Kevin, laat hem even zien. Rug recht. Als het niet gaat, mag je op je knieën. Yes. Ook helemaal die rug recht. Als dat niet gaat, dan breng je je billen iets omhoog. Dan verklein je de hoek. Yes. Die manier. Nou, komt-ie. We gaan een minuutje lang planken. En een minuutje lang arch hold. Maar dat ga ik zo meteen even laten zien. Komt-ie. 3, 2, 1. Yes. Een minuut lang planken. Nou, belangrijk is, je kan een plank veel zwaarder maken. Trek die schouderbladen naar elkaar toe. Yes, laat je borst maar iets zakken naar de grond, Kevin. Wat je nu ziet, hij zakt ietsje naar de grond. Hè. Hou die spanning op die buikspieren. Super hoor. Gaat hartstikke goed? Gaat hij goed, Kevin? Ja, hij is niet. Nog een halve minuut, Kevin. Spittig. Hey, als je het niet haalt, een minuutje lang, dan stop je even, neem je even pauze en je gaat weer verder totdat je weer kunt, hè? Dus belangrijk is, schaal je workouts naar je eigen kunnen. Nog 20 seconden, Kevin. Schaal je workouts naar je eigen kunnen, zodat je het maximaal uit je workout haalt. Hè? Geef niet op. En schalen is helemaal niet erg. Dat moet ik ook doen af en toe. Dus dat is allemaal niet erg. Dat doen wij allemaal. Ja? Het ligt aan je dag, hoe je voelt, wat je gisteren hebt gedaan. Dus belangrijk is, schalen. Haal het maximaal uit je workout. Nog 5 seconden, Kevin. Yes. Kevin gaat op de buik liggen. Yes. En dan doet hij die arch hold. Ja? Net of hij parachute springt, hij brengt zijn handen omhoog, hij brengt zijn benen omhoog. Yes. Je ziet dat zijn knieën ook van de grond zijn. Zijn schouderbladen zijn naar elkaar toe. En hij trekt die rug die trekt hij helemaal naar elkaar toe. Zijn schouderbladen naar elkaar toe. Spanning op de bilspieren, de knieën zijn van de grond. En hierzo heb je ook de varianten, dat doet Kevin nu ook al. Hij brengt zijn armen iets meer naar zijn gezicht toe. Ja, hoe verder je die armen naar buiten brengt, hoe zwaarder het is. Als het op een gegeven moment niet meer gaat, ja, dan kan je ook je been ietsje buigen. Of je doet je knieën, 1 knie op de grond of 2 knieën op de grond. Probeer zoveel mogelijk varianten te doen, dat je die minuut volhoudt. Hè? Heb je nog 15 seconden? Ik leg de oefening alvast uit. Zometeen de laatste minuut is 2 keer push-up, 2 keer arch hold. Een herhaling maken, daarna 2 keer push-up, 2 keer arch hold. 3, 2, 1, yes, komt-ie. Push-up mag natuurlijk op de knieën, als je zo niet kan. 2 en 3, goed zo. 2 keer push-up, 1, 2, maak de hele beweging. En 2 keer arch hold, 1, 2, goed zo. Super, gaat hartstikke goed. En dan komt die 2 keer arch hold weer, 1, 2. Dit is echt heel pittig hoor. Dus belangrijk is schaal, hè. Stop niet. Halverwege de minuut, neem een paar tellen rust, neem een hap adem en daarna ga je weer door. Kom op Kevin, nog 20 seconden. Niet alleen voor Kevin, maar ook voor jullie thuis. Goed zo, kom op. 1, 2, goed zo. En trek dat lichaam van die grond. Hè. Die benen, die billen, die knieën van de grond, die armen van die grond. Nog 10 seconden. En dan hebben we nummer 4 alweer gehad. De tijd gaat hartstikke hard. 3, 2, 1 en stop maar. Goed gedaan hoor. Hey. Nou, inderdaad, Kevin heeft een matje erbij gepakt. Thuis kan je natuurlijk een handdoek pakken, je kan een stoelzitting pakken, je kan een kussen van de bank pakken. Van de bank afhalen natuurlijk, hè, want anders is het wel heel veel leiding om te blijven zitten. Maar je ziet dat wij ook gewoon attributen gebruiken om de oefening wat comfortabeler te maken. Weet je. Dat is helemaal niet erg. Pas het aan jezelf. Ja, je moet lekker kunnen trainen. Oké, Kevin, hoe is het? Prima. De laatste minuut. Yes. Kevin zegt prima.
Nou, Kevin is lekker bezweet, lekker moe. Zijn ademhaling zit hoog, dus ik geef hem nog heel eventjes de tijd om heel eventjes diep adem te halen. De laatste 3 minuten, het laatste rondje. We beginnen met een voorwaartse schop. Daarna zijwaartse schop links, zijwaartse schop rechts. Het volgende rondje is 1 minuut lang squatten met zijwaartse schoppen. En de laatste 30 seconden is de allemans vriend, je raadt het al, de burpee. En dan zit het erop. Korte rekken strekken en dan aan de koffie. Wij ook overigens. Oké, Kevin, ja. Zijn we er klaar voor? Kom op. Oké, 3, 2, 1. Voorwaartse schoppen, achter elkaar door. Super. Buikspieren aanspannen. Ook hier geldt, gooi niet vol je kracht in die schoppen. Het moet losjes zijn. Wordt vanzelf zwaar, beloof ik je. Als je vol de kracht erop gaat zetten, dan draai je, Kevin, vanaf de zijkant gezien. Ja, super. Als je vol de kracht erop gaat zetten, krijg je ook op die knieën. Die energie die moet ergens heen. Het slaat terug op je lichaam. Je overstrekt je knie of je hebt er last van. Dus dat is niet fijn. Oké, je kiest één kant en hij gaat een zijwaartse trap doen. Vanuit de zij. 1, 2, 3, 4. Draai je, Kevin. Goed zo. 2. 3, 4, 30 seconden lang. 30 seconden lang. Die heffers aan de zijkant, dat been omhoog te krijgen. Dus je tilt hem echt omhoog en je trapt hem uit. 1, yes. 2, ja, zo gaat dat, hè? Nog 5 seconden, dan gaan we naar het andere been. 3, 2, 1, yes. Andere been. 1, 2, 3. Hey, belangrijk is, knie, die knie gaat omhoog, hè? En zorg ervoor dat je een hoogte pakt wat je aan kan. Ja? Sommige mensen is dit hoog genoeg en sommige mensen kunnen tot hier. Ja? Belangrijk is dat je ook weer schaalt. Ja? Het moet comfortabel voelen, het moet intensief zijn, maar belangrijk is dat het wel veilig gebeurt. Ja? Oké, goed zo. De half minuut is voorbij. Squat, zijwaartse trap. Squat, zijwaartse trap. Naar de andere kant, goed zo. Van de vroegere Tai Bo is dat, hè, van Billy Blanks. De oude mensen die kennen er nog van de Telcel reclames en dat soort dingen. Dit soort oefeningen deden ze heel veel in dat soort trainingsprogramma's. En wij ook. Het is natuurlijk een superleuke oefening. Squat, zijwaartse trap. Top. Goed zo, kom maar. Nog een halve minuut, Kevin. En jullie thuis natuurlijk ook, hè. Nog 30 seconden, mensen, al vol. Kom op, kijk of het tempo ietsje omhoog kan. Op schop en zak door. Kom. Ja, yes, is goed zo. Yes, super. Nog 15 seconden, Kevin. Kom op. De laatste 30 seconden, de burpee. Kom op. 10 seconden, Kevin. Kom op, hou vol. Super. Nog 3, 2, 1 en 30 seconden burpee. 1. Kom op, meedoen, hè. Kom op. Forceer jezelf. Ja, is over die grens heen, hè? Niet over die grens heen volledig, hè? Maar probeer naar je maximum toe te werken, hè? Je kan meer dan wat je denkt. Het zit allemaal hier, kom op. En we doen allemaal mee, we doen allemaal met jullie mee, kom op. Kom, Kevin, burpee, hop, en omhoog. Blijf niet te laag, lang laag liggen. Probeer grond en weer omhoog. Als een veer, kom op, Kevin. Hé, hey, kom op. 3, 2, 1, yes, goed zo. Woe! Lekker zeg. Even diep ademhalen. Even een slokje water erbij. Nou. Hey, zoals jullie natuurlijk weten, we plaatsen alles op Goedemorgen Westland. Er staan ook andere workouts op. Er staan Zoom workouts op. Dus de live workouts die we opnemen. Hou Facebook en Instagram en al onze kanalen in de gaten. We doen regelmatig live workouts. Superleuk. Je bent dan met anderen aan het sporten, je ziet elkaar wel, alleen we nemen alleen de instructeur op. We hebben er een aantal op Goedemorgen Westland staan waar we iedereen opnemen. Ik snap dat dat voor sommige mensen natuurlijk een soort van drempel is, hè? Dat je in beeld bent. A, je kan de video uitzetten met Zoom. Echt heel makkelijk. Het is gewoon een live workout. Ja, wij zijn bezig, wij zijn aan het coachen. Wij helpen jullie doorheen. We doen de oefeningen, we posten het allemaal. Superleuk. De Goedemorgen Westlands, dit soort workouts. De Fit at Homes die je zelf kan doen. Ja, we zorgen ervoor dat dat hele kanaal continu bijgevuld wordt met nieuwe workouts. Hey, als afsluiter, Kevin, hoe gaat het? Goed. Top. Mag Kevin eventjes zichzelf lang maken? Ja, naar het plafond toe. Hij staat op zijn tenen. Probeert te reiken naar het plafond.
Nou, hij houdt een paar seconden vast. En dan mag hij voorover buigen. Hakken op de grond, benen gestrekt. Duw je billen naar achter. Super hoor. Oké, mag je benen wat wijder neerzetten, Kevin? Mag je ook weer naar voren. Duw je billen naar achter. Top. Mag je met je neus naar één knie toe? Over de grond, naar één knie. Juist. Mag je naar de andere knie toe, over de grond. Je gaat weer van die kant op naar die kant op. Dus even kijken, beeld. Oké, goed zo. Nou, dan kijk je of je of dat in de ruimte kan of dat je even je steun moet zoeken. Dan breng je één knie, of de knieën naast elkaar. Je brengt één hak naar je beeld toe. Dus nou, Kevin doet het zonder begeleiding. Je zou bijvoorbeeld, als je een muur hebt of je hebt een stoel of iets dergelijks, dan kan je dit natuurlijk ook eventjes zodanig doen dat je je balans houdt. Ik snap dat dat voor sommige mensen wat minder makkelijk is. Dat is ook helemaal niet erg. Schaal ook bij je oefening. Andere been, Kevin. Goed zo. Nou, je ziet dat Kevin nu wat meer moeite heeft met deze kant. Dat is ook logisch, want hij heeft een zware workout gehad, hè. Dus, nou. Zet je voet maar neer. Okay. Borst naar voren. Yes. Voel die spanning op die borstspieren. Trek je schouders naar beneden. Schouderbladen naar elkaar toe. Armen naar achter. Oké, bouw je rug. Armen naar voren. Juist, super. Ook hier, stretch zo lang als dat je wil. Hè. Okay, hand in je zij. Eén hand in je zij. Je gaat naar de ene kant toe. Hier is het belangrijk dat je blijft ademen. Heel veel mensen houden hier die adem vast. Blijf ademen, zodat je zuurstof binnenkrijgt. Want dat heb je nu nodig. Hè? Oké, de andere kant op. Super, hand in die zij. Nou, niet te gek doen met deze oefening. Geen onverwachte bewegingen maken. Blijf ademen. Oké, Kevin schudt alles even los. Hey, dankjewel. Applausje in de woonkamer van Kevin. Applausje voor jezelf. Hey, dankjewel. En ik hoop jullie snel weer live te zien. Tot de volgende keer. Blijf onze workouts volgen op Facebook, op Instagram. Kijk op Goedemorgen Westland. Geef ons een like, geef ons een duimpje. We doen dit voor jullie. En ik hoop jullie snel weer te zien. Fijne dag. Fijne dag. Tot de volgende keer. Doeg.